Van Anholt de Pelé van Bolzet. Ares en Nijmegen maakt het weer spannend. En Berenloop, leukste loop van Nederland. Dit is de sport van Mandy, 5 november. Goeien en welkom bij Poppenslag. In deze uitsturing keer ik nog naar de doelpunten van de Friese topklasser en haatklassers. En een verslag van de volleybalwedstrijd van de Snitser Vrouwjets in Dynamo. Maar eerst voetbal. Heerenveen won juster met 2-1 van PEC Zwolle. Een domper wie het uitvallen van Pelé van Anholt. De jonge verdediger blun in het skoft uit voorzorg achter in de kleidkamer. De wordt vreest voor een hamstringblessure. Pas waanzinnig wordt duidelijk hoe lang als van Anholt uit de roulage is. Van Anholt komt uit de eigen jeugd en is van origine een middenvelder. Maar onder Marco van Basten is hij eerste kaar op de rechtsbackpositie. Laten we beginnen met een vraag die denk ik al heel vaak ongesteld is. Wist al welke? Mijn naam? Ja, dat dacht ik al. Pelé van Anholt van Bolzet is neemt naar de meest verneemde voetballer van de wereld. Edson Arantes do Nascimento. Kwad zijn? Pelé. Ja, mijn moeder heeft die als het ware gegeven, want vroeger schopte ik veel in haar buik, zei ze. En ze dacht, nou, dit wordt een voetballertje. Dus vandaar. En ze was fan van Pelé uit Brazilië. Dus vandaar de naam als het ware. En zijn mem krijgt gelijk, want als Pelé 5 jaar is, zet hij al zijn eerste stapjes op dit voetbalveld van Kap. En van het begin al is duidelijk dat Pelé beter is als al zijn vriendjes. Dan ging ik met de bal alleen dribbelen en dan wou ik het hele elftal van de tegenstander voorbij spelen. En als dat dan niet lukte, dan werd ik boos op mijn medespelers van doe ook eens wat. Het talentje van Bolzet bleef net heel lang onbekend, want als Pelé nog maar nog een jaar is, maakt hij al de oerstap naar sportclub Heerenveen. Maar dit boert staat nog altijd onder ronde van het veld van Kap als herinnering dat Pelé van Anholt hier voetballen heeft. Ik heb in de jeugd gespeeld, maar hij weet het niet meer. Ik heb 2 keer gescoord, maar hij weet het niet meer. Blijf het maar volhouden. Ik speelde bij Rood-Geel in topklasse, ook D1. We hebben tegen hem gespeeld, 6-2 verloren. Dan heb ik over 10 jaar geleden. Ja, maar maakt niet uit, ik weet wel. Als een kleine donkere jongen met afrohaar, nou niet echt donker, maar ik wist wel dat hij dat was. Omdat toen hij hier kwam knippen had hij ook zo'n vol haar. Een echte grote hoofd, dus ik had wel onthouden. Ja. Pelé zit in de jeugd bij Heerenveen in een zeer talentvolle lichting. Wij onderhoren Luciano Narsing en ek Jeffrey Gouweleeuw. De kennis verwacht je een heel soort van deze lichting. Dit zei Pelé van Anholt zelfs, Treje Ilien, op de vraag hoeveel van deze jongens uiteindelijk het eerste van Heerenveen helje zullen. Ja, ik hoop iedereen, maar ja, dat zal wel lastig worden. Maar we zullen zien. Als iedereen een kopje erbij heeft, dan komen we ver. De wens om te voetballen in het Abelense stadion komt uit voor Pelé van Anholt. Verliende seizoen maakte hij zijn debuut. En ook de nieuwe trainer Marco van Basten shot het in hem zitten. Pelé is een sterke jongen die snel is, die op zich goed kan verdedigen, die zich ergens in vast kan bijten. Daarbij komt dat hij ook offensief de nodige impulsen voor impulsen kan zorgen, dat is ook positief. Ja, hij moet misschien wat ervaring opdoen in die positie. Hij staat er nu voor het eerst eigenlijk bij ons. Dus het is een jongen met potentie, dus het is mooi om mee te werken. Eén keer in de week zit Pelé van Anholt bij de kapper. Net omdat het zozeer nedig is, maar vooral omdat Pelé denkt dat dat geluk brengt. Elke vrijdag, een soort bijgeloof is het. Bijgeloof? Ja, een beetje wel. Want op een gegeven moment ging ik 1 keer in de 2 weken. Maar toen 1 keer in de week en dat beviel me wel. Want wedstrijden gingen op dat moment ook goed, dus ik dacht van dit hou ik erin. Pelé groeit op bij zijn mem in Bolzet en ze hebben een hechte boon. Grut is dan ook het verlies als zijn mem Fjouwerilien komt te versterren. Pelé is dan amper zontje nier en maakt dan al hielendol voor hemzelf zwartje. Mijn vader en moeder waren gescheiden, dus was ik eigenlijk alleen. Woonde ik op mezelf en moest ik mezelf redden. Ik had gelukkig wel een gastgezin in Heerenveen en daar ben ik heel goed opgevangen. En mijn familie heeft me ook goed opgevangen, maar ja, uiteindelijk moet je het toch zelf doen. En ik ben sterk genoeg om daar doorheen te gaan. Ja, maar op dat moment is de zontje hier, dat is heel jong nog. Ja, zeker, dat maak je niet vaak mee. En, maar uiteindelijk is het dit van gekomen, dus daar ben ik ook tevreden mee. Ja. Wie dreigt soms om er alleen nog voor te staan?
Ja, soms wil je wel tegen iemand praten als je thuis komt van een slechte wedstrijd of gewoon een slechte dag op school. En ja, dat komt dan even niet. Dus, maar ja, uiteindelijk dan bel je gewoon met andere mensen, dus dat kan ook. Maar ja, het leukste en het mooiste is om natuurlijk met je moeder daarover te praten. Ja, we hadden een debuut bij Heerenveen. Ja, inderdaad, dat heeft ze net niet meegemaakt en dat vond ik ook zeker jammer. Maar ze heeft het van boven gezien, dus dat is ook goed. Beetje op de kop, kan wat? Wat zei? Beetje op de kop. Mijn haar. Hij is wel nat nu. Jan de Jonge verliet Heerenveen na dit seizoen. De Jonge is op dit stuit haat jeugdopleiding bij sportclub Heerenveen. Boppe dat is hij assistent van Marco van Basten. Maar de Jonge wil weer aan de slag als haattrainer. Zijn contract rint aan de eind van dit seizoen al. In het verliezen wie de Jonge al haattrainer bij Emmen, de Graafschap en het Heerenveen. Cambuur zit in een dip, zou kunnen we wel stellen. Vrede Jong spielen de Leauters Utsin in Helmond Sport. En voor de tweede keer op Riegen wisten ze net te winnen. Cambuur begon goed in Helmond Arune Vreed. Maar deze lange bal van Broekhoff wordt matig uitverdedigen troch Helmond Sport. Bal komt op de holle van Barto. En via Roze krijgt Barto de bal voorom. En in de achtste minuut is het de spits van Cambuur die de Leauters op een 1-0 vastsprong zet. En dat wie verzinnen, want Cambuur weer de eerste 20, 24 minuten de betere ploeg. Wordt matig verdedigen trouwens toch Helmond Sport, maar Barto profiteert wel optimaal. Staregon kantelen de wedstrijd in Helmond en worden de thuisploeg beter. Hier komt de voorzet van de rechterkant. En let op, want deze keer er op uiterst knullige manier, maar wel erin. Een heel apart doelpunt op naam van Gilian Justiane. Hij zorgt voor de liedmaker in de 33e minuut. Nog maar een keer. Toch de voeten van Wout Drosten hinnen. De rest van de verdediging van Cambuur zit echt stil. En dan is het 1-1. Hier is de 2-1 in de maak. Het is Charles Kaslauskas, rechtervleugelverdediger van Amerikaanse Comoa. Hij maakt het hem nooit weer, maar deze zit er op zich wel prachtig in verzels. Maar de linker in de draai en Telgekamp's line. 2-1. En een minuutje later, dan smiet de Helmond Sport de wedstrijd eigenlijk al op het slot. Want hier komt de bal bij Siguera en hij passeert Dennis Telgekamp voor de derde keer. Helmond Sport wint van Cambuur. Het derde verlies van de Leauters op Riegen. Voorlopig even Ajekje had het dit om de topposities. Maar dit doelpunt van Siguera, de 3-1 voor Helmond Sport. En dan het amateurvoetbal. Snitswiets wat wachten nog altijd op een tweede oerwinning dit seizoen. Ze spelen nu uit bij Gemert. ONS nam het na de mooie voetbalwieken op Tjin Staphorst. En Harkemase Boys hopen Tjin HZVV voor de tweede keer achter elkaar te winnen. Hier de doelpunten van die drie wedstrijden. Snits dat nog maar één keer woen, komt Jits in Gemert op een 1-0 vastsprong. Mark Homme van der Veen zit op goal. Die bal wordt nog pareerd, maar dan is het Daniel Bennek die hem dos nog intikket. In de 58e minuut dan weer een vrije trap. En weer is het van der Veen die ten haterol speelt. Een prachtige bal op Michael Grendel, die kan inkoppen. Wat een luxe, het is 2-0. En het wordt nog mooier en weer mooi. Mark Homme van der Veen. Weer een vrije trap en no dochter het gewoon zelfs en zette Einstein op 3-0. De tweede overwinning voor Snits is een fight. Wiels de meeste kansen voor Staphorst binnen is het in de tweede helft toch zo ONS dat scoort. In de 21ste minuut op onjaan van Ale de Boer tikket Jacob Noordman zijn min. Het is 1-0. Even later, een vervelend verhaal voor ONS. Rudy Mann krijgt een hamstringblessure en mat mij de brancard van het veld aan. Maar in de 86e minuut maakt het ONS de wedstrijd wel aan. Klaas de Vrier scoort de 2-0 en dat is ik, de Einstein. Harkemase Boys hier een drege eerste helft het zijn HZVV. In de 90e minuut komen ze op achterstand terug een doelpunt van Marco Hartman. Hij kan vrij inkoppen. In de tweede helft spelen de boys beter. Dat resulteert in de gelijkmaker. Arjen Bergsma pikt de bal op, omspeelt een peerman en kan scoren. Het is 1-1. 5 minuten later een hoekschop van Jelmer Slager komt bij de tweede peel. De bal komt bij zijn broer Reinder en via Arjan Akkerman van HZVV giet hij erin. Het is 2-1. En krijgt voor tiet is het dan Johnson Bakuna die uit de counter de wedstrijd definitief beslist. In blessure tiet scoort hij de 1-3. Mooi nijs dus voor de Friese amateurvoetballers. De basketballers van Aren spelen sneuntejoen voor de tweede keer binnen 3 weken in Nijmegen. Op 13 oktober verleerden de Leauters na verlenging maar 100-100. De voel sneuntejoen in sport het Kjelle Diekje dus wel wat rug te zetten voor de Leauters.
Aris die het sneurtioen zonder de blesseerde Valentijn Liedmeijer, maar er zit Verroerde Tisseman, Joe de Paula, weer waarom is. Ik ben nog niet helemaal terug. Ik voel dat hij nog beter kan. Ik ben conditioneel nog niet helemaal 100%. Soms moet ik gewoon wissel vragen, omdat conditioneel dan is gewoon echt even te zwaar voor me. Maar als ik 100% ben, dan doen we nog beter. Het zou weer een spannende jongeren tussen Aris in Nijmegen. Op 13 oktober stien de beide ploegen ook voor elkaar roer en doen we Nijmegen nieuwe verlenging met 100-100 fjouwer. Dit is de 18-16 in het voordeel van Aris via David Michaels. Maar er is een prachtige treienpunter in de maak van Henry Beckering van Nijmegen. Echt een goede ploeg hier uit Nijmegen. Dat hier prachtig scoort via Beckering. 18 jongetje. En dat die ook de eindstand van het eerste kwart. In het tweede kwart jouw de beide ploegen akkoord ook net zo volle taal. Hier een mooie break van Aris. Via Holkomp. En die krijgt de bal bij Charles Poels. En die wit hem er prachtig in te gooien. En dat betekent 30-33. Zo rint Aris een beetje achter Nijmegen aan. De ploeg in Nijmegen had hield die wel de vastsprong. Mist hier Liekwols. En dan kan Aris in de break toch weer wat dichterbij komen. De 24-28 in de maak is van Sam Givens. En ze eindigt het tweede kwart in 39-42. In het tweede kwart neemt Nijmegen wat afstand van Aris. Hier mooi balbezit voor de ploeg uit Nijmegen. En is het Thijs Vermeulen die de eindstand van het tweede kwart bepaalt op 57-68. Het vierde kwart zou tegenspannend worden. Aris komt dichterbij. Bij de onval, over de linkerkant, komt de bal uiteindelijk bij Tjew de Paula. En die weet met een prachtige treienpunter de 72-73 op het boer te krijgen. En dan is Aris weer heel dicht bij Nijmegen. Maar de Nijmegenaren komen direct nog werken uit. Het is Kwadzo Ahelekbe die de 72-74 op het boer zet. Heel mooi. En daarmee is het verschil weer treien. Maar Aris knokt hem op een ijver om in de wedstrijd. Dat vierde kwart, dat wie heel belangrijk, Arun Sneum. Dat is het meestal vol. Want daarin vallen de beslissingen in het basketbal. Aris nog achter, met 3 punten, 72-74. Maar hier is onder moeilijke omstandigheden de 74-74 in de maak van Gerald Williams. En dan roept Aris dat er meer in zit. En zet het Nijmegen onder druk. Het publiek zit het ek zitten. Gaat er nog eens even stevig achter steen in Sporthal het Kellerdiekje. En Aris die weet zelfs op vastpunt te komen in de slotfase van de wedstrijd. Deze prachtige treienpunter zwaar het voor 78-77. Witt Holkomp is de man die hem scoort. En zo pakt Aris de voorsprong in de wedstrijd in Nijmegen in een fase die er daardoor. Het wordt 80-77 via deze onval van Aris. Bal komt bij Gerald Williams en hij maakt de voorsprong op treienpunten. Maar vanzelfs, Nijmegen jouwt het net op. Wit dat de ploeg uit Jout te verslaan is, dat had ze jeder bewijst. En hier is het Henry Beckering die voor de 80-80 zwargert. En ik geef op naar de absolute slotseconden van de wedstrijd. Wat kan Aris nog bij die 80-80? De vrije bal van Wit Holcomb zwargert van Jinnen 80-80. En dan moet je er nog een keer onderlezen. Het stil in de zeel. En Witholcomb docht ik deze bal goed. Dan is het 82-80. Maar nog 12 seconden op de klok. En dan is er de laatste break van de ploeg uit Nijmegen. En hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Maar een fjouwer een hele seconde op de klok. Gaat hij er hier nog in. En dan is het 82-82. En wat de wedstrijd tussen Aris in Nijmegen op een nij verlengd worden. In die verlenging is het hier de ploeg uit Nijmegen. Die het initiatief naar hem toe loopt. Maar 94-94 via een vrije bal van Kwadzo Ahelekbe. De break van Aris smiet helemaal niks op. En dan kan Nijmegen er nog één keer uitkomen. En nog een vrije bal. En ook die keer erin. En dat zorgt het voor een eindstand van 90-96. Op Nij wint Nijmegen van Aris in de verlenging. En dat is heel teleurstellend voor de Ljouters. Ja, dat is het goede woord. Ja. Kun je mij uitleggen waar die teleurstelling precies zit? Als je 4,5 seconden voor tijd met 2 punten voor staat, dan is er geen verschil tussen de twee teams. En dan komt het aan op wel of niet maken. En ik had het idee dat we deze wedstrijd konden winnen. En helaas hebben we dat niet gedaan. De staan dan in de Eredivisie Den Bosch giet onder leiding. Maar 12 punten uit 6 wedstrijden dan Leiden, Wijchen en Zwolle. Aris staat nu op het zandenplak met 4 punten uit 6 wedstrijden. De volleybalsters van Snit doch het naar verwachting. Ze staan tweede in de competitie. Justin Joen wie het Dynamo uit Apeldoorn de tsinstander in de Snitser Sporthal. Dit mag net een probleem wezen voor de vrouwen van Petra Groenland die het Arune Wieke te jaren kregen dat spulverdeelster Michelle Bult de eerste weken nog net inzetbaar wezen zal.
De vrouwen van steeds wie in de eerste jong zwier favoriet. Die na moeit Apeldoorn had ik nog een heel jong team. En op nota nog maar 3 punten. Vier sets voor en het zien. Maar Dynamo wie maar bedoelings nog steeds zo reisje en zetten de dames van Petra Groenland onder druk. De surf van Dynamo. En dan komt de onval van de Roos van Wijnen. En die zit er lekker in, maar ze steen wel echter mooi 18-22. Het rond stroef bij de snitsers. Petra Groenland wikselt ongeveer de fijne zuister van Mare Tromp. Haar onval wordt constant afblokt. Je de mid-onval van Dynamo en geen verweer. 18-23. Wie een goede surfdruk van Dynamo. En dan komt de paas hier, ik ben net van Ellen van Wijnen. Giet het punt op een nee naar Dynamo daar. 18-24. En dan een net surf van Johanna van Noord. 19-24, maar wel sombere gezichten op de tribune. Roos van Wijnen dan maar de surf. Een goede paas. Maar dan komt de smash in het net. En is het 20-24. Nou, dit een kansje van Snits. Dynamo die pakt dan een time-out. Op een eigen Roos van Wijnen. En ze ligt haar net beïnvloed hier, trok die time-out. Een goede serve en Snits komt weer rond tot 21-24. Weer een goede serve van Roos van Wijnen. En dan zullen een lange rally volgen hier. De goede paas van Ellen van Wijnen. Nienke Oud op Monique Volkers. En dan is de side-out van Snits 22-24. En de Roos van Wijnen die neemt haar ploeg op sleeptouw, maar mist dan. En zij is de eerste set verrassend van Dynamo. De spanning had het spul van de Snitse vrouw in besnijing. In de tweede set gaat de Snitsers het op een nijdreeg. Het is een leak opgeende strijd. Hier de mid-onval van Snits, Hieke de Boer, in het blok. 24-24. En de spanning onder de kant bij Marta Malta rint ik op. Nicole van der Mark van Dynamo, maar de surf. Maar de paas van Marta Tromp is net goed. En zo komt Dynamo weer op setpoint. 24-24. En dan een foute opslag. En dat spelen de Snitsers in de kaart. 24 gelijk. De surf dan van Klaske Sikkers. Onval van Dynamo. Maar Ilse Jansen slacht de bal uit en dan komt Snits op setpoint. 26-24 op een eigen Klaske Sikkers. De paas is fatsoenlijk. Maar de onval wordt dan waarjong om Snits. Is de paas net goed? Dan maakt Nienke Oud die bal hoe dat net tikje. Een paniekerige fase in deze rally. De boetenonval, maar dan is de paas goed. En dan krijgt Marit Tromp de kans om het automatisch. Dat slag net bal wordt weer omhellen. En dan zit de bal er kreeg in. En zorgt Ilse Jansen van Dynamo voor 26-26. Surf van Chantal Nijstad. En dan komt hier de mid-onvalster van Dynamo. Mooi de hand oer het net, maar Lies Wagendorf maakt die fout. En dan is het 27-26. Maar de Malta is dan in het veld komen. En tegere mooi Marit Tromp zetten zij hier een blok en pakken de tweede set. Mooise, mooi 28-26. Het weer kansje boot. Maar het verzet van de gasten uit Apeldoorn is dan wel brutsen. Zowel de tweede als de vierde set geeft maar 24-15 naar de Snitsers. Maar het is wel opvallend dat het vaak in de begin van de wedstrijd zo mooi zo naar de Snitsers geeft. En dat Petra Groenland altijd zo terug weer wikselstap als hem had. Het is een beetje jammer dat het een beetje een trend wordt. Dat de mensen waarmee je begint op een of andere manier zo gespannen zijn. Dat ze en geen vertrouwen hebben in elkaar. Dat ze het niet waar kunnen maken. En dat vind ik gewoon heel jammer voor die meiden, voor mezelf. Want je moet gaan ingrijpen in iets wat je niet leuk vindt. Maar ja, het is wel nodig. En Saffeldocht Snits nog hield niet onder doelstelling. Ze staan het tweede op de ranglijst. De berenloop van Skielge is dit hier Utrop een ta leukste loop van Nederland. Een eretitel voor de organisatie en de Islanders die het snijden voor de 16e keer de hele en de hele marathon uitschreeuwen konden. Een leger van vrijwilligers zorgen ervoor dat ik deze editie meer dan 4000 hudravers de finish helje konden.
Tûzenden het dravers melden haar weer op Skielge. Want daar is de berenloop, de leukste loop van Nederland. Maar wat houdt dat eens in? Eigenlijk is het de vakjury die heeft bepaald dat deze loop het uniekste in zijn soort is in het sfeertje eromheen. Mensen maken er een mooi weekend van. Normaal is het één dag, je komt, je gaat. Maar nu is ook al met mensen proeven die sfeer het hele weekend. Dus we zijn er wel trots op dat we deze de waardering binnen hebben gehaald. In het oranje staat vooraan Erik Negerman, al twaalfvoudig winnaar van de hele marathon. En ik hier weer een van de grote favorieten. Van meet af aan neemt hij de koppositie in. En het is een toer om hem te volgen. Dat slagt maar een peerman, Erik Niemeyer, Kasper Koelma en Ben Stellingwerf. En het eerste god is al slijn als ze het dorp krijgt uit binnen. Bij de vrouwen is er één hele grote favoriet. Dat is Yvonne Kassenberg. Kwartlien nog winnares van een hele marathon. En nou hier dus op de hele ek favoriet. En intussen breekt in Skielge Oeral de sfeer uitbundig los. De berenloop is uitgeroepen tot de leukste loop van Nederland. Hoe kan dat? Dat komt terug huis. Wij doen het met z'n allen zo gezellig. Ja. Wat doe je hem zulke dagen? Nou, wij vergaderen. Heel gezellig. Stik of drijf jou een keer. En het komt altijd weer op hetzelfde uit. Haast 300 liter sap hebben. En we hebben borrels. Nee, maar het is iedere keer het is een grutfeest. Uiteindelijk is het voor uzelf het rustenfeest. En het tempo leidt 4 uten maar bij de verskaarte deelnummers. Achterin gaat het staren gewoon. Maar voorin bent de man op dreef. Erik Negerman en Ben Stellingwerf. Die twee die meisje echt het verschil op de hele marathon. En dit is de jongste vrijwilliger die het heel graag Jeanette wil dat zij ek meidwaan wil onder beren loopt. Maar de meesten passeren haar in de beginfase. Misschien slaagt het beter met twee bekers. De eersten komen dan op het stroon. Erik Negerman had dan toch een heel iets gotjeslijn met Ben Stellingwerf. En het stroon dat is vaak de scherprjochter in de hele, maar ook in de hele marathon. En het stroon is pittig. Er zit een soort zachte plakken in en dat maakt het rennen dreig. Maar Negerman kroept staren gewoon bij Stellingwerf bij. Ja, en uw jonge vrijwilligster zocht dat haar heid alle omtinken krijgt, al eerst zien drinken. Maar zij maar nog even wachtje. Negerman zal als eerste het stroon ek weer verlitten. Twee keer jedder wie hij al winner van de hele marathon. En ek hier liek het de titel hem haast net meer ongeen te kennen. Alleen een Stellingwerf bloeit op het vinkentouw. En dan maakt de long way uit meisje waard hem dit jaar de beste hele marathon rennende met mij. En dat wordt Erik Negerman in een alve zandje. Dat betekent zijn derde oerwinning op Riegen. Ja, het is sowieso al zwaar hier. En topvorm is er ook nog niet. Dus dingen aardig eigenlijk. Voor een mooie tempo vasthouden op het strand was wel een beetje zwaar. Het was wat, zakte af en toe wat weg. Ik kon eigenlijk ook niet droge, harde stukken vinden. En dan ook weer strandopgang. Nou, en dan daarna is het de longway en dan blijven we rammen. Hè? En daar is ook al Yvonne Kassenbergs, een prima race, 21-32. Ja, dat is een mooie tijd als je 3 weken geleden de marathon hebt gelopen. Dan, dit was mijn eerste wedstrijd weer en de trainingen gingen verder wel goed. Maar ja, moet je toch altijd in de wedstrijd zien hoe het gaat. De hele marathon is op een nij een prooi van Jan Venhuizen van Smilde. Hij wint zijn tweede marathon op Skielge in 2:33:52. Maar er binnen meer terugzetters, want uw jongste vrijwilliger, die het eerst nog een beetje over de hongersjongen wordt, ook die sluit de dij succesvol af. Hé, hey, gelukkig maar. Ons afvierde sport in Bobbeslag. Toen is hij dan binnen de Wermaid Bobbeslag Café. En dat is even het haar reetrieden. In alle gevallen te gast dan Jorrit Bergsma en Jillert Anema. En voor nou een heel mooi joentje wensken. Doeg!